Dus nu ben ik heel goed in beeld. Ja, ja. Ja? Oké, stop. Met je gezicht naar het gebouw. Ja? Ja, nou, nu sta je vrijwel recht tegenover de weg. Ja. Geen idee waar die is. Hallo geocachers, mijn naam is Rogier en vandaag ben ik op de Rai in Amsterdam. En waarom ben ik op de Rai in Amsterdam? Nou, omdat hier een hele bijzondere, zeldzame geocache ligt. Een webcam cache. En wat is de bedoeling bij een webcam cache precies? Het is de bedoeling dat je in het beeld gaat staan van waar die webcam filmt. Dat iemand thuis de pc opent en daar die webcam opent op afstand en vervolgens een screenshot maakt. Webcam caches mogen niet meer aangemaakt worden. Alleen de webcam caches die nog bestaan, van voor de tijd dat het verboden werd om aan te maken, die kun je nog loggen. Super leuk dus dat we hier de beschikking hebben over een webcam cache. Wat ik zo meteen ga doen is Daan thuis bellen, vragen of hij de computer aanzet en vragen of hij de webcam site opent om te kijken of hij mij kan zien en een screenshot kan maken. Het zou super leuk zijn als het lukt. Yes, station Rai. Ja, en stommeling dat ik ben, sta ik op Amsterdam Rai. En dan denk ik, waar moet ik eigenlijk zijn? Lees ik even de listing. Staat er in de listing dat die sinds kort verplaatst is. Dat die webcam ergens anders hangt. Op een ander station. We moeten dus naar een ander station, een kilometer verderop. Het volgende station vanaf hier. Ik heb Daan al even gebeld, die is de boel aan het installeren. En ik ga die kant op. Dit is gelukkig niet zo ver. Een klein kilometertje fietsen naar het volgende station. Daarachter bij die grote gebouwen, daar moet het station zijn. Station Zuid moeten we hebben. En die station Rai. Kijk, daar hebben we het station al. Hier door een tunneltje, dan zijn we er bijna. Zo, hier mijn fiets maar even ergens neerzetten. Kijken of er nog een plekje is. En ons maken we een plek. Ik vind dit een hele mooie plek. Nou, en die plek waar die webcam ons kan zien, is nog zo'n 130 meter van hier. We zijn er bijna. Het wordt steeds spannender, want hierboven is het perron waar ik moet zijn. Je hebt hier wel een kaart nodig om in te checken. Maar als je hier echt maar een minuutje blijft staan, kun je ook weer uitchecken. En kost het je niks, heb ik begrepen. Dus alsnog is het gewoon een gratis geocache. We staan dus op het perron, vlakbij de plek waar die webcam ons kan zien als het goed is. En het wordt nu dus tijd om Daan even te gaan bellen. Even kijken of hij achter de computer zit en klaar is om alles op te nemen. Hey Daan. Hoi. Hey, met papa. Hoi. Ben je er klaar voor? Ja. Zal ik goed eraan? Ja. Oké, open dan nu de site van de webcam. Oké. Site van de webcam. Heb ik gedaan. Heb je gedaan. Oké, laat nou maar eens zien dat je de voorkant van station Zuid kan laten zien. Ik denk probeer ze maar eens allemaal. Zet maar eens op 1 en kijk maar eens wat je ziet. Ik zie op 1 de snelweg. Oh, dan zie ik de snelweg. Oké, ik zet hem eens op 2. Wat zie je dan? Op 2 zie ik de snelweg en het. Ik hoor nu een trein en er ziet ook een trein op het beeld. Wat zie je op 2? Oké, snelweg, spoor en trein. Zet hem eens op 3, wat zie je dan? Ik hoor nu een trein remmen, zeg maar op jou en hier. Ja, klopt ja. Maar zet hem eens op 3, wat zie je dan? Het station. Wat zie je op 3? Nog steeds een trein. Een heel klein stukje snelweg. Zie je, en
Wacht even, zie je een trein bij het perron staan? Ja. Oké. Dan denk ik dat ik weet wat je ziet. Hou die camera, goed? Ja. Hou dat camerabeeld. Ik sta nu achter die trein, als het goed is. Volgens mij gaat hij nu vertrekken. Ja, de deur gaat dicht hier. En ik denk als die trein weg is dan, dat je mij ziet staan. Ja. Hij vertrekt. Ik denk dat het videobeeld nu achteraan is om even te bouwen. Ik ben heel benieuwd of je me ziet zo meteen daar. Ja, sta je achter die trein? Hij gaat rijden, hè? Hij gaat rijden. Ja. Nu zie je me. Springen? Zie je me nu? Springen? Ik doe maar heel even mijn handen wijd, ja? Ja. Oké, kijk maar of je me ziet. Nee, ik zie jou nergens. Zie je me? Nee. Ja, wat gek. Ik moet hem even op 4 proberen. Ik ga hem eens even op 4 proberen. Oh, we hadden 4 nog niet geprobeerd natuurlijk. Sta je bij zo'n bord met Amsterdam-Zuid? Nee. Ik zal even kijken of de ding of ik goed zit. Sta je echt op het perron? Even kijken hoor. Ja. Is dit hem? Papa, doe eens met je handen wijd. Wacht even, want er is hier nog een perron volgens mij. Ik denk dat ik aan de verkeerde kant sta daar. Maar doe eens je armen wijd. Ik sta niet op het perron wat je ziet, maar op het perron daarachter. Zie je dat? Dames en heren, ik zie het perron met koppeltjes. Een perron met koppeltjes. Ja. Maar ik denk dat ik op het verkeerde spoor sta. Dus ik ga even wisselen van spoor, ja? Ja. Blijf op de lijn, hoor. Ja. Ja? Ja. Oké, okay, there we go. Ja? Stop. Stop. Wat? Ga je nu de trap af? Ja? Dan nee, zien we je. Ja, nee, dan moet je nu naar boven. Oh, echt waar? Doe eens. Ga eens naar boven. Ja, ik ben nu boven. Ja, we zien jou. Ben jij rechts of links van me? Links. Toch links? Ja, maar andere kant. Oh, dat is rechts. Dat is rechts. Ja, dan sta ik alleen op het verkeerde perron. Ga je naar de andere perron, ja? Nee, je moet naar achter. Oh. Naar achter. Andere kant. Andere kant. Andere kant van het perron. Nee, stop. Ja? Stop. Ja, stop. Oké, okay, met je gezicht naar de metro die nu aankomt. Weggaat. Die aankomt of weggaat? Weggaat. Oh ja. En nu oversteken naar het andere... De andere rails. Hier. Nee, precies de andere kant. Oh, precies de andere kant. Ja, maar dan moet ik dus... Ja, maar dan moet ik naar... Oh, hier. Wel hier. En dan moet je ergens in dat in. Nu loop je recht voor de camera. Oh. Dus nu zie je me. Ja, stop. Oké. Okay. Wacht even hoor. Ja. Als het goed is, staat hij ergens bij de webcam staat volgens mij ergens bij de snelweg. Recht voor je. Oké. Ben ik in beeld in ieder geval of niet? Ja. Oké. Dan ga ik nu even met mijn handen wijd staan, ja? Ja. Oké. Stop, je gaat uit beeld. Oh. Helemaal terug. Zover? Ja, als je bij de trap gaat staan, sta je heel goed. Herhaal. Oh. De sprinter naar Duivendrecht, deze app Hilversum, van 12:49
Dus nu ben ik heel goed in beeld. Ja, ja. Ja? Lachen man. Nee, dit is het. Want deze webcam case hoef je alleen maar jezelf te laten zien en een foto te maken, dan is het goed. Echt? Ja. Dus ik heb hem gelogd bij deze. Vet. Dus. Hey, bedankt hè? Ja. Super, goed gedaan jongens. Ja. Oké. Okay. Doei. 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 Dus moet ik nu de website gaan opzoeken. Ja, want nu sta ik achter de trein. Dus nu kun je me niet meer zien. Ja, er komt een gele trein naar. Ja, en daar sta ik achter nu. Okay. Mooi. Bedankt de Daan. Ja. Bedankt de moeders. Yes. Oké. Okay. Doei. 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 Nou, super leuk dus dat ik die webcam cache uiteindelijk gelukkig heb gevonden ook nog. Maar ook heb kunnen loggen hier op Station Zuid. Ik zeg, ik ga nog even genieten van Amsterdam. Neem een lekker broodje. En ik zie jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken.